Het is vrijdag 23 augustus. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Er moet voor de hele regio een oplossing komen voor overlastgevende vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa. Experts zoeken naar oude explosieven in bedrijvenpark Dortsekil 3. En als wij het dan zo bijzonder vinden, wil de 81-jarige Tineke Wester best even het Brielse Meer doorklieven. En ik hoop dat u vandaag van de zon heeft kunnen genieten, want tot maandag is het weer even voorbij met de pret. Het aldus. Zaterdag is er aanzienlijk meer bewolking dan vandaag. Misschien alleen in de ochtend nog af en toe een waterig zonnetje. In de loop van de middag en avond vanuit het zuiden, dan kan er ook wat regen of een bui gaan vallen. En temperaturen komen uit op zo'n 22 of 23 graden. Nou, straks kom ik graag bij u terug en dan kijken we natuurlijk naar het weerbeeld voor de komende dagen. De stadsregio Rotterdam moet het probleem van overlastgevende truckers uit Oost-Europa aanpakken. Dat zegt lokale burgemeester Hans Versluis van Vlaardingen. Hij beloofde vandaag om een parkeerverbod in te stellen in de hele gemeente Vlaardingen. Ondernemers van industrieterrein Vette Oortse Polder dreigden vanmiddag met een blokkadeactie. Ze hebben al tijden overlast van kamperende chauffeurs. Hier staan ze in het weekend, meer dan 60 chauffeurs uit Oost-Europa. Troep op straat, een openbaar toilet in de bosjes. De ondernemers van het industrieterrein klagen over flinke overlast. Nou, dat is het stelen, denk ik. En de uitwerpselen en het vuil langs de straten. Ja, wat stelen ze dan? Gasolie, kabels. Ze hebben onder de trailers hebben ze hele kabels weggesneden. En dan zijn we echt gewoon een uur verder voor het omwaai kunnen gaan vertrekken. Ja. Ja. Dus kortom, het kost allemaal geld en een hoop ellende. Het probleem is begonnen nadat de gemeente een parkeerverbod invoerde in de Koningin Wilhelminahaven. Nu komen de chauffeurs naar de Vette Noordse Polder. Ondernemers wilden daarom vanmiddag een blokkade opwerpen. We moeten gewoon de spul dichtgooien en dan alleen de normale klanten die laden lossen erin laten. Klanten die gewoon voor de spullen komen erin en eruit. Maar de Oost-Europeanen die moeten hier gewoon niet in de industrie slapen, want het is geen camping. Na overleg op het stadhuis blazen ze de actie toch af. De lokale burgemeester zegt toe snel maatregelen te nemen. Wat wij nu met de ondernemers besproken hebben is dat wij de komende dinsdag een verbod, een slaapverbod voor alle bedrijventerreinen in Vlaardingen gaan invoeren. Dat ook gehandhaafd gaat worden. Dat betekent dus dat volgend weekend, als dat zich toch zou voordoen, dat we daar echt maatregelen op kunnen nemen en zeggen: er mag hier niet geslapen worden, u krijgt een boete. Daarnaast komt er een parkeerverbod van 6 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens, waarbij Vlaardingse chauffeurs een vergunning krijgen. Versluis dringt erop aan dat de stadsregio één lijn trekt in deze kwestie. Want dat hele waterbed waardoor die mensen in de Vette Noordse Polder nu, waar ze zo'n last van hebben, dat komt maar door een deel vanwege die maatregelen die wij in de KW-haven hebben genomen. Voor een belangrijk deel komt het omdat Rotterdam ook veel strakker handhaaft. En dat bewijst dus maar weer dat je dat echt bij elkaar zou moeten doen. De drie jongens die maandag ontsnapten uit jeugdgevangenis De Hartelborg in Spijkenisse hebben tijdens hun vluchtpoging geprobeerd om een automobilist zijn auto afhandig te maken. Volgens het Openbaar Ministerie wilden de jongens op een parkeerplaats in de buurt van de gevangenis de auto stelen van een ouder echtpaar. Dat gebeurde onder bedreiging van fysiek geweld. Hiervoor moeten ze 14 dagen langer in voorarrest blijven en kunnen ze nog een extra straf verwachten. Het drietal krijgt geen extra celstraf voor de ontsnapping zelf, omdat vluchten uit de gevangenis in Nederland niet strafbaar is. De vluchtpoging eindigde na 3 uur bij een tankstation aan de Hartelweg. Daar hadden ze zich verscholen in de bosjes. Experts gaan de komende weken op zoek naar explosieven onder bedrijvenpark Dortsekil 3. De gemeente schaart een aantal delen van het terrein onder risicogebied, omdat daar mogelijk nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zit. Overal waar nu gras groeit op industrieterrein Dortsekil 3 kan een gevaarlijke bom liggen. Met speciale scanapparatuur is het hele terrein in kaart gebracht. En sommige plekken worden aangeduid als zeer risicovol. Want ik heb begrepen dat hier best wel gebombardeerd is. En het gebied is 10 hectare groot. Dus overal waar hier gebouwd gaat worden, daar gaan wij overheen om te kijken of er dus munitie ligt of restanten van munitie. De oranje vlaggetjes geven aan waar mogelijk een bom zou kunnen liggen. Heel voorzichtig wordt er in de grond gegraven en gemeten. Hij piept nu best wel. Heeft hij iets gevonden? Er zit in ieder geval een voorwerp van metaal. Dat is een ding wat zeker is. Dus, maar ja, we kunnen de grond nog steeds niet inkijken. Dus
moet even afwachten wat het wordt. Maar het is zo te horen niet veel bijzonders. Geen bom? Geen bom. En inderdaad, het blijkt een gewoon stuk ijzer te zijn. Toch is het volgens de opsporingsdienst zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt gezocht naar eventuele explosieven. Zoals wij het zien, en zeker voor de bouwvakkers en voor de grondwerkers die hier later de grond in gaan, funderingen maken. Je weet het maar nooit wat er ligt. Er wordt soms heel laconiek mee omgegaan en het is, dat vind ik een hele verkeerde zaak. Maar het is, als ze die mannen zo'n ding vinden en het gaat af, dan weet je het gewoon niet meemaken. Want een onschuldige berg zand zou dan wel eens zomaar kunnen ontploffen. En dan opnieuw slaat de meetapparatuur ineens heftig uit. En? Wat hebben we? Oud ijzer. Weer geen bom. Nee. Houdt het spannend, hè? De vondst van vandaag was niet meer dan enkele spijkers en ander oud ijzer. De komende weken zal de explosieve opsporingsdienst nog nodig hebben om het gehele bedrijventerrein te onderzoeken. En mochten ze wat vinden... Inderdaad, dan hoort u het vast vanzelf. En straks, hoezo oud? Het was een bijzondere dag voor dierenspeciaalzaak Beestenspul in Rotterdam. De winkel kreeg namelijk een speciale oorkonde van de Partij voor de Dieren, omdat ze gestopt zijn met het verkopen van levende huisdieren. Jij wil geen dieren verkopen? Nee, al 25 jaar niet meer. Al 25 jaar? Ja. Wat een held. Ja. Een oorkonde en taart voor Petra Hogewaard uit Rotterdam. De Partij voor de Dieren zet haar in het zonnetje omdat ze, uit principe, geen dieren verkoopt aan haar klanten. 25 jaar geleden verkochten wij nog wel dieren in de winkel. Maar toen merkte je al dat mensen even snel een konijn of een cavia kochten. Een aantal maanden later hadden ze geen zin meer om dat te verkopen. Kregen we het verwaarloosd en wel terug en zo'n dier is verknipt. Ik heb haar in het zonnetje gezet omdat zij geen dieren wil verkopen in haar dierenwinkel. Omdat ze weet hoe groot de ellende is in de fok en handel van konijnen en knaagdieren. En hoeveel dieren er uiteindelijk toch weer in opvangcentra terechtkomen. Esdra Baris is eigenaar van dierenspeciaalzaak De Rimboe. Volgens hem is het stoppen met de verkoop van huisdieren niet de juiste oplossing. Mensen willen altijd huisdieren hebben. Natuurlijk herinner je de mensheid. Nou, sindsdien hebben ze kippen, duiven, koeien, alles. Mensen willen altijd, het is net zoals drugs. Ja, ze willen het hebben. Dan gaan ze het ergens kopen waar het dan illegaal vandaan komt. Oh ja, nee, is goed, joh, is goed. Het zijn natuurlijk normaal gesproken altijd volwassen mensen die het dier kopen. Dus die zijn er verantwoordelijk voor. Kan je het dier niet meer verzorgen? Ja, het is stom misschien dat je het hebt aangekocht, maar dat heb je zelf gedaan. Dan moet je ook zorgen dat je een goed plekje vindt. Als het niet leidt tot impulsaankopen en als er geen ellende achter zit met fok en handel, dan zou het kunnen. Maar van die situatie zijn we nog heel erg ver af. En daarom zegt Petra hier ook, ik doe het gewoon niet, want ik kan het niet op een verantwoorde manier doen. Ik ben heel erg trots op mijn eigen zaak. En ik hoop, bestaat dit jaar 30 jaar, en ik hoop nog 30 jaar minimaal eraan vast te kunnen plakken op deze manier. En over dierenwinkels gesproken, de eigenaar van Fauna World in Rotterdam-Noord, waar afgelopen juni meer dan 100 dode dieren zijn gevonden, is zijn winkelpand kwijt. De deurwaarder heeft beslag gelegd op de inboedel en de eigenaar van het pand heeft de huur opgezegd. De omstreden dierenhandelaar Chavello Plak bleek voor zijn winkel aan de uitweg een huurachterstand te hebben van 30.000 euro. Ook zouden er andere schuldeisers zijn. Een deurwaarder heeft inmiddels beslag gelegd op de inboedel. En die bestaat voornamelijk uit terrariums, aquariums en andere dierenverblijven. In juni trof de politie in de dierenzaak ruim 100 dode dieren aan, waaronder ook 5 verhongerde dingo's. De dierenhandelaar zit voorlopig voor 3 maanden vast. En Feyenoord heeft gisteravond de 4e nederlaag op rij geleden. Dennis van Eersel, na 3 verliespartijen in de Eredivisie ging het nu ook in Europa mis. Ja, Kuban Krasnodar, die Russische club, was met 1-0 te sterk voor Feyenoord. En de ploeg, de Rotterdammers, komen nog goed weg eigenlijk met die uitslag ook. Zelf creëerde Feyenoord wel geteld 1 kans in 90 minuten voetbal. Een bal van Pelle die op de paal belandde. En aan de andere kant van het veld handenvol kansen voor de Russen om de score hoger te laten uitvallen. Dat gebeurde niet. Vanmorgen in alle vroegte stapte Feyenoord in Rusland weer het vliegtuig in om in de middag op Rotterdam Airport weer te landen. Feyenoord is terug in Nederland. Een lange vlucht vanuit Krasnodar in Rusland. Maar de selectie en staf van de Rotterdamse club zet weer voet op Nederlandse bodem. Met een 1-0 nederlaag op zak. Dat dan wel. Ondanks het feit dat de verwachte heksenketel in Rusland is uitgebleven.
Ja, dat viel wel mee. Maar de entourage was goed. En ik denk dat iedereen wel genoten heeft van het stadion. Maar ja, ik hoop dat we het thuis gaan rechtzetten. Er is veel pessimisme onder Feyenoord supporters na de 1-0 nederlaag tegen Kuban Krasnodar. Maar de spelersgroep van Feyenoord houdt vertrouwen in het bereiken van de groepsfase van de Europa League. Ik denk dat we een ander systeem zullen spelen, wat aanvallender, omdat je toch een doelpunt moet maken. Dus wat dat betreft moet je wel rekening houden dat het een Europese wedstrijd is. Dus dat je niet, we hebben best verdedigend gespeeld, ook weinig gecreëerd. Alleen goed, je kan in Europese wedstrijden niet de poort opengooien, want dan is de return wedstrijd een formaliteit. En dat is het nu niet, dus er zijn nog mogelijkheden, ik geloof er nog wel in. Je bagage is er gelukkig ook weer, dat hebben we allemaal achter de rug. Ja, gelukkig maar, hè. En die spullen hebben de spelers nodig. Een klein uurtje na het landen moest de selectie van Feyenoord alweer aan de bak voor een uitlooptraining in de Kuip. En Feyenoord werkt toe naar de wedstrijd tegen NAC Breda. En daar moet het dan maar in gebeuren. Het vijfde officiële competitieduel of het vijfde officiële duel van dit seizoen. En Feyenoord hoopt dan voor het eerst te kunnen winnen. Dankjewel Dennis van Eersel, wij hopen het ook. En straks na het weer een nieuwe FC Rijnmond. Etienne Verhoef, dat gaat natuurlijk over Feyenoord. Uitgebreid over Feyenoord tegen Kuban Krasnodar. Dat gaan we doen met Ruud van Os. En naast hem aangeschoven de clubwatcher van Feyenoord bij Voetbal International, Martijn Krabbedam. Vast gezicht in FC Rijnmond. En we gaan ook praten over die mooie derby die op het programma staat vanavond op Woudestein. Excelsior FC Dordrecht. Want Martijn heeft zich volledig verdiept in FC Dordrecht de laatste weken. En komt met het laatste nieuws. Dat zometeen. Daar houden we van. Dankjewel. Zodra het weer het even toelaat, staat Tineke Wester op de dubbele latten om zich achter een speedboot over het Brielse meer te laten trekken. En met haar leeftijd van bijna 82 is ze daarmee de oudste waterskier van Nederland. Zelfs haar bridgevriendinnen wisten tot voor kort niets van deze opmerkelijke hobby. Dave van der Wal zocht haar vanmorgen op tijdens haar dagelijkse rondje op het Brielse meer. Dus iedere ochtend om een uur of 9:30 sta ik hier aan de steiger mijn beurt af te wachten om eventjes een rondje te maken langs het meer en langs de Zwarte Waal. Ja, ik ben 82 en ja, ik vind het nog heerlijk om het iedere dag weer te doen en lekker in beweging te zijn en lekker eventjes het water in, even lekker alles proeven. En dat vind ik heel erg fijn en heel erg leuk. Nou, het is natuurlijk heel bijzonder. Maar we zitten hier natuurlijk met een club met heel veel skiers. Waar ook heel veel techniek is en heel veel kunde over de skisport. Dus het is niet dat we echt hele gekke risico's gaan nemen. En we doen het ook alleen maar, natuurlijk, nou ja, net als nu, een fantastische morgen met glad water. Maar als je dus die dingen in acht houdt, dan is het goed te doen. En ze heeft natuurlijk een hele goede conditie, anders zou dat sowieso niet kunnen. Als ik over de hekgolf ga, is het soms een beetje moeilijk. Maar ik waag me er ook niet meer zo heel erg aan, want ik moet toch een beetje uitkijken dat er niks gebeurt en dat je niks, of dat je te hard in het water valt. Maar je komt in het water en je steekt je hand omhoog dat het allemaal goed gaat. Je gaat weer zitten en je wordt weer weggetrokken. Nou, dat is de spanning eigenlijk, of het gaat of het lukt. Nee hoor, volgend jaar ben ik echt weer van de partij hoor. Zoals het mooi weer wordt en de zon schijnt en het water is lekker warm weer. Het hoeft niet koud, echt. Maar dan ben ik weer van de partij hoor. Ook denk er nog niet aan om op te houden hoor. Nee, beslist niet. Oh, het was weer heerlijk. Ik heb genoten. Vooral het laatste stukje, want toen had ik een beetje golf en toen dacht ik ga toch nog even over de gekgolf. En dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder en alvast een heel fijn weekend.